allemaal, fijn dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog van Van den Bossche Bewindvoeringen. We gaan het vandaag hebben over wat is het verschil tussen een beschermingsbewindvoerder en een WCP-bewindvoerder. Een beschermingsbewindvoerder heb je als je niet zelf de inkomsten en uitgaven kunt beheren. Dan wordt er een beschermingsbewindvoerder aangesteld. Dat gaat via de rechtbank. Maar het kan zo zijn dat als je schulden hebt, dat er uiteindelijk nog een bewindvoerder bij komt. En dat heet een WCP-bewindvoerder. En die WCP-bewindvoerder wordt ook aangesteld door de rechtbank. Maar wat is nu precies het verschil? Die WCP-bewindvoerder komt namelijk op voor de schuldeisers. Terwijl de beschermingsbewindvoerder juist opkomt voor de klant die onder bewind staat. Nou, en die hebben dan weer een samenwerking op professioneel niveau met elkaar, zodat uiteindelijk de klant op een goede manier geholpen wordt. Maar ook dat de schuldeisers krijgen waar ze recht op hebben. Nou, mocht je hier vragen over hebben, stuur een reactie of geef een reactie hieronder. En tot de volgende keer!